Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hier aan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. Hier is tip 1. Soms ben je heel erg nerveus van, oh jee, daar zit het publiek. Vinden ze het wel interessant wat ik te vertellen heb? Ja, dat vinden ze. Het publiek komt naar je toe. Ze willen heel graag weten wat je te vertellen hebt. Ze zijn nieuwsgierig. Weet je wel? Ze weten het onderwerp waar je het over gaat hebben. Ze hebben misschien wel geld betaald voor toegang. Of ze hebben het onderwerp gelezen ergens en ze denken, ja, daar wil ik meer van weten. Dus het publiek wat voor jou zit, dat wil gewoon weten wat jij te vertellen hebt. Dus je hoeft nergens bang voor te zijn. Je hoeft alleen maar te denken, ah, ze zijn nieuwsgierig. En dat maakt je heel ontspannen voor het publiek. Gewoon maar denken, ze zijn nieuwsgierig en ze willen weten wat ik te vertellen heb. Werkt super. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant. Ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Ik heb een verhaal, ik heb een lezing, ik heb een idee over iets wat ik wil doen. Maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres. info@gebarenrijk.nl en ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie, naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja, ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk, daar wil ik iets in doen. Tot ziens!